Ja, vandaag is dag 4 van cursus Brontaal, heet hij volgens mij, communiceren met dieren. Ik heb zojuist mijn eindgesprek gedaan met de kat van een van mijn medecursisten. Met Fab heette die volgens mij. En ik moet zeggen, ik ben helemaal enthousiast, want het ging hartstikke goed. Boven verwachting eigenlijk. Boven verwachting, wat had je verwacht? Nou, we hebben natuurlijk een aantal keer geoefend in die 3 dagen hier voorafgaand. En dan merk je dat het soms moeilijk is om te focussen. Om goed hier bij jezelf te blijven en contact te blijven houden met een dier. En vanochtend mede denk ik door de stiltewandeling. En zat ik toch nog heel goed in de alfa of in de zen eigenlijk. En heeft volgens mij dat wel meegespeeld dat het eigenlijk contact heel goed ging. En had je al ervaring in het communiceren met dieren? Nee, deze cursus was voor mij eigenlijk een soort van eye-opener en eigenlijk een opstapje. Had wel interesse in het praten met dieren en in dit geval ook met mijn eigen paard. En was dit eigenlijk mijn eerste kennismaking met. En goed bevallen eigenlijk. Toch wel. Toch wel, hoe bedoel je? Nou ja, omdat je gaat natuurlijk een blanco in. Er zijn een aantal medecursisten die hadden al wat ervaring met communiceren met. Dus die zie je ook op een heel ander level functioneren. Nou, heel stiekem meet je daar toch een beetje aan, ook al moet je er open in. En als het dan toch lukt, is dat gewoon echt natuurlijk een super ervaring. Als bij jezelf ook lukt, bedoel ik natuurlijk. Ja. En kun jij een oefening zeggen waarvan je denkt, jeetje Mina, die vind ik toch wel heel erg leuk dat je hebt meegemaakt? Nou, eigenlijk zijn alle oefeningen gewoon heel leuk. Of ze nou wel of niet lukken, dat is eigenlijk een tweede. Maar omdat alles heel nieuw is en je eigenlijk heel dicht bij jezelf moet blijven, en ook met name wat het aarde betreft, is het eigenlijk allemaal leuk. Tenminste, is mij geen oefening waarvan ik nu zeg van dat was niet leuk of dat was niet heel interessant. Tenminste, ik kan er geen noemen op dit moment, nee. Kun je iets vertellen over het creëren van je innerlijke werkkamer? Lastig. Maar dat heeft ook heel erg met focussen te maken. Het ligt ook een beetje in de snelheid. Mijn gedachten zijn, ik ben heel druk in mijn hoofd altijd. Dus ik had eigenlijk binnen 2 seconden de werkkamer klaar, terwijl anderen nog op de trap stonden. Dus het kwam heel snel en ik denk, en dat was prima. Maar ja, dat kan ik erover vertellen. Kun je het in je werk gebruiken wat je nu hebt geleerd? Wat ik uit meeneem, hoe dan ook, is, ik werk heel veel met mensen en cijfertjes. En wat ik heel erg gemerkt heb, is dat het heel prettig is om heel erg bij jezelf te blijven. Dus dan gaan we weer terug naar die zen. Dus, en je ook niet te veel gek te laten maken door alle emoties, agressie. Die anderen bij je binnenbrengen en dat gewoon op afstand houden. Dat neem ik er in ieder geval in het algemeenheid mee. En dat is alleen al eens, dat is 100% winst van deze 2 weekenden. Mooi. Aan wie zou je deze cursus aanbevelen? Wie zou die geschikt zijn? Ik denk dat, feitelijk zou het voor iedereen heel goed zijn. 2 weekenden gewoon terug naar jezelf. Niet naar de waan van alle dag. Dus het zou feitelijk voor iedereen heel leuk zijn om aan deel te nemen. En niet per se omdat je iets wil met je eigen dier of met een dier van een ander. Dus ik feitelijk zou het voor iedereen gewoon heel goed zijn, terug naar jezelf. En je zegt zelf, ik zit in de cijfertjes. Kun je dit verhaal ergens kwijt als je straks thuis komt? Ja, ik heb natuurlijk wel, in de cijfertjes wordt het lastig, maar ik heb wel mensen om me heen die op enige manier bezig zijn met spiritualiteit en ook wel met randzaken eromheen. En er zijn altijd mensen waar je dat kwijt kunt. En natuurlijk, Mieke, niet onbelangrijk, andere mensen van de cursus, want je bouwt hij natuurlijk ook weer nieuwe vriendschappen op, merk je, in 4 dagen. En er zijn altijd mensen waar je op terug kunt vallen. En die dat ook begrijpen wat je hier hebt gedaan. Ja.